Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Testaankoop. Testaankoop, de organisatie, zoals u weet, die uw belangen wil behartigen en u wil informeren, zodat u elke dag opnieuw de beste beslissing kan nemen in de keuze van bepaalde producten. En we gaan zoals steeds in gesprek met een aantal experten van Testaankoop over weer een heel divers scala aan onderwerpen. En waar we het vandaag willen over hebben met u is het volgende. Je vleesconsumptie verminderen. Wat zijn de voordelen en wat zijn de adviezen die we daar rond kunnen geven? B-Cover Plus, hoe werkt het juist en wat is het? Hoe kies je je zomerbanden? En tenslotte een beetje meer weten over hypertensie. En vergeet ook zeker niet onze website eens te bezoeken. Als je gratis of premium content wil, dan kan je je abonneren. En ik beloof je dat het een schatkamer aan informatie is. En om het te hebben over die vleesconsumptie en of we die moeten verminderen, wil ik het graag hebben met Nathalie de Kok. Dag Nathalie, welkom. Dag Dorien. We hebben al eens met elkaar gesproken. Het gaat altijd over eten en drinken, hè, als ik met jou mag spreken. Ja, dat is mijn job. Hè. Dat is jouw job. Want wat doe je juist bij Testaankoop? Ik ben voedingsexpert, dus ik doe eigenlijk testen rond voedselveiligheid, gezonde voeding en de Nutri-score. Ja, daar hebben we het in een vorige aflevering al eens samen over gehad. Nu, die vleesconsumptie, Nathalie, ik heb eerst en vooral de indruk dat uiteraard vandaag, tegenover 10, 20 jaar geleden, we toch wel veel bewuster omgaan met vleesconsumptie. Er zijn veel vegetariërs, hè, zelfs vegans. Maar is het nu zo dat we dat dan best verminderen? En wat is jouw advies daar rond? Dus eigenlijk minder vlees eten of helemaal geen vlees eten kan voordelig zijn voor je gezondheid. Als je er ook bij voldoende varieert door plantaardig te eten, kan je eigenlijk bepaalde aandoeningen zoals obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en ook bepaalde vormen van kanker eigenlijk gaan voorkomen. En door ook minder vlees te eten draag je eigenlijk ook bij tot een gezondere wereld. Want dierlijke producten hebben een veel grotere impact op ons milieu, op landbouwgrond, water, energie, broeikasgassen dan eigenlijk plantaardige eiwitbronnen. Dus door eigenlijk vegetarisch te gaan eten, heb je eigenlijk ook een kleinere ecologische voetafdruk. Waar moet je wel op letten als je vegetarisch eet of vegan gaat eten, dat je wel als je bepaalde voedingsmiddelen schrapt, dat je geen tekorten eigenlijk oploopt. Dus dat is wel iets dat je moet opletten. Voor je vitamine en je... Vitamine en mineralen. Dus eet voldoende groenten, fruit, noten, zaden en peulvruchten. Ben je vegetariër, kan je ook eieren en zuivelproducten eten. Ben je puur veganist of vegetariër, let dan ook wel op met omega-3 vetzuren, vitamines B12, D en mineralen zoals ijzer, zink, fosfor, calcium en omega-3 vetzuren. Daar moet je ook op letten. Nu, voor alle duidelijkheid, je pleit niet per se om volledig plantaardig te gaan eten, maar meer om daar bewust mee om te gaan? Ja, zo meer inderdaad wat we noemen het flexitarisch dieet eigenlijk, waarbij je eigenlijk gewoon minder vlees gaat gaan consumeren en eventueel ook bewuster vlees gaat gaan consumeren. Maar voornamelijk om meer in te zetten op die plantaardige eiwitbronnen. En nu eigenlijk zien we dat er meer en meer mensen vegetarisch of plantaardig gaan eten. En vooral jonge mensen en ook vrouwen, die halen vaker hun broodnodige eiwitten uit plantaardige bronnen. En nu is er ook een nieuw rapport, het EiMeet. Er is eigenlijk een jaarlijks monitoringsrapport dat kijkt hoe ver we staan in die eiwitshift, waarbij dat we eigenlijk een transitie maken van eiwitten te halen uit dierlijke producten naar plantaardige bronnen. Idealiter zou dat eigenlijk 60% van onze eiwitten uit plantaardige bronnen komen en 40% uit dierlijke. Maar anno 2023 staan we er eigenlijk nog relatief ver van af. We zitten op 41% plantaardig en 59% dierlijk. Dit is ook waarom we er vandaag over spreken, want nu loopt eigenlijk de actie Veggie Maand door ProVeg. Dat is eigenlijk de hele maand maart om vegetarisch te proberen eten. Maar hoe plantaardig eet de Belg? Ik heb daar niet zo'n idee van. Wel, dat is wat ik al een beetje aanhaalde. Dus uit het Vlaams rapport zitten we daar met een verhouding van die 60-40. Dus nog niet zoveel mensen eten echt heel vaak En daar scoren we dan eigenlijk onder. Dus de meeste gezinnen zijn waarschijnlijk niet... Meestal eten we nog vaker meer dierlijk dan plantaardig. En eigenlijk zouden we het gaan omdraaien. We zouden eigenlijk willen dat er slechts 40% van onze eiwitten uit dierlijke bronnen komen en 60% uit plantaardig. En nu is het eigenlijk vaak nog eigenlijk bijna omgekeerd. Is het omdat mensen daar toch gewoon iets te weinig over weten en niet weten hoe ze in die supermarkt, waar best al wel een groot aanbod is, hoe ze daar moeten aan beginnen? Bang zijn van die smaken? Ik weet het niet. Ik denk dat de mensen nog een aantal tips kunnen gebruiken, inderdaad, van hoe dat ze eigenlijk op een gemakkelijke manier vegetarisch kunnen eten. Mm-hmm. Wat is eigenlijk de basis? De basis van onze voeding is eigenlijk om 300 gram groente te eten, 250 gram fruit,
voldoende vezels of aardappelen uit volkoren granen of aardappelen, zo'n 125 gram, noten, zaden, plantaardige vetten. En dan kan je dat aanvullen met eieren of zuivelproducten of puurvruchten. Maar eigenlijk concreet is het belangrijk als je dat de eerste keer in dat doet, eigenlijk is, ja, wees een beetje voorbereid, maak een boodschappenlijstje, wat ga je klaarmaken, welke ingrediënten heb je nodig. En dan begin gewoon vooral met meer puurvruchten te gebruiken, meer noten, zaden. Dat zijn eigenlijk heel goede bronnen van vezels, vitamine, mineralen en ook eiwitten. En heb je gebrek aan inspiratie, dan kan je eigenlijk aan collega's, vrienden vragen wat is jouw favoriete veggie-recept. Of je kan een aantal vegetarische kookboeken aanschaffen, maar er zijn eigenlijk ondertussen een scala aan vegetarische gerechten die super lekker zijn. En je kan er ook voldoende in variëren, want dat is ook altijd belangrijk. Varieer voldoende, zo hou je het langer vol. Zo heb je ook alle voedingsmiddelen binnen. En ja, je kan ook kiezen voor een restaurant, ga eens voor iets anders, kies eens voor een vegetarisch gerecht. Ga je naar je koffiebar, vraag eens achter plantaardige melk. Dat zijn eigenlijk allemaal eenvoudige dingen dat je kan doen om eigenlijk gemakkelijk vegetarisch te gaan eten. Ja, dus dat zijn een beetje de tips die je hebt om daarmee van start te gaan. Hè. Als je nu naar dat gamma kijkt in de supermarkt van al die producten, dan vraag ik me af, hoe maak je dan de beste keuze? En vleesvervangers, zijn die dan nuttig? Ja, er zijn verschillende soorten. Hè. Je hebt onder andere, misschien wat mensen meeste kennen is tofu, seitan, tempeh. Dus wat tofu meer... zegt zo die old school. Ja, wat meer de klassieke producten. En dan heb je ook natuurlijk een heel gamma aan van die kant-en-klare burgers, gehakt, schnitzels. Ja. Maar deze die zet je best toch niet al te vaak op het menu, want die zijn niet altijd zo gezond en vaak ook ultra bewerkt. Dus die zijn zeker oké. Als je zegt van ik wil eens op een gemakkelijke manier vegetarisch eten, kan dat zeker. Maar dat zijn niet vaker dan één keer in de week op de menu, omdat ze toch ook vaak nog niet altijd een Nutri-score A hebben, of nog een beetje te veel vet of een beetje te veel zout bevatten. Ja. En ook niet alle producten zijn verrijkt. Wat dan zeker als je veganist bent, toch belangrijk is dat er ook vitamine B12 en ijzer aan toegevoegd is en ook voldoende eiwitten in zitten. Dat doorprikt toch wel een klein beetje het idee dat veel mensen hebben van zodra ik vegetarisch eet, ben ik sowieso gezond bezig. Maar dat is dan niet echt altijd overlappend. Ja, gaat altijd door plantaardig te gaan eten, ga je vaak wel een betere keuze maken. Maar er zijn ook wel een aantal producten die vleesvervangers waren we bezig. Ja, ja. Ja, dus dan moet je ook wel daarop letten dat je daar eigenlijk ook wel voor de gezondere varianten kiest. Want je hebt daar ook inderdaad nog een aantal gepaneerde producten met heel veel vet en zout. Ja, die daarom inderdaad niet noodzakelijk veel gezonder zijn dan vlees. Als zijn soms minder gezond als je dan vergelijkt met een stukje gewone kip, wat dat eigenlijk ook qua gezondheidswaarde relatief neutraal is. Als je het vergelijkt met rood vlees. Ja. Heb je een concreet product waar je zegt van daar kan je op letten als je dan kijkt naar die vleesvervangers? Want je hebt dan van een bepaalde soort vleesvervanger, bijvoorbeeld falafel, heb je dan heel veel verschillende soorten in de supermarkt? Wat we eigenlijk altijd zeggen in de supermarkt dat je kan opletten is kijk naar de Nutri-score. Gaan we Nutri-score A, dan heb je vaak een product met relatief veel vezels, niet te veel zout en niet te veel vetten. En dan kijk naar de ingrediëntenlijst, zoek naar die verrijking met vitamine B12 of ijzer. Kijk ook eens naar de vetten en het eiwitgehalte. En let ook op die ultrabewerkte ingrediënten daarin. Op de ingrediëntenlijst, je kan dat gemakkelijk herkennen. Als je een lange ingrediëntenlijst ziet met een aantal ingrediënten dat je eigenlijk zelf niet in jouw eigen keuken hebt, dat zijn vaak zo van die typische ultrabewerkte ingrediënten, zoals bijvoorbeeld glucosestroop of dextrose of heel veel cosmetische additieven die eigenlijk de producten er mooier doen uitzien. Kleurstoffen, verdikkingsmiddelen. Als je die ziet, dan weet je dat je met een ultrabewerkt product te maken hebt. Als we dan kijken naar onze meest recente test van falafel, daar hebben we 17 producten getest. Falafelballetjes en ook vegetarische balletjes. Dat is dan meer op basis van soja en falafel op basis van kikkererwten. Daar hebben we eigenlijk 17 getest. En 7 producten behaalden eigenlijk een goede score in onze test. En dan zien we eigenlijk dat over het algemeen dat we 3 producten vonden die niet ultrabewerkt waren. Dat waren dan voornamelijk de falafels, een aantal producten zonder additieven. En over het algemeen dat alle producten eigenlijk een Nutri-score A. Wat dus op zich wel een mooie bevinding is. Dat het toch al inderdaad al een goede voedingswaarde had. En dan kan je eigenlijk gaan kijken naar onze selector voor de beste kopen en de beste van de test in beide categorieën. Ja. In de falafel zagen we iets minder goede scores, omdat deze eigenlijk iets meer vetten bevatten en iets minder vaak verrijkt waren. Waardoor ze een iets minder goede score behaalden als die plantaardige balletjes. Maar ze waren dan vaker minder ultra bewerkt. Maar falafel is natuurlijk sowieso een vegetarisch product, hè? Ja,
beide zijn vegetarisch. Dus het is moeilijker om te zeggen, dit is een vegetarische hamburger, en dan te proberen om die smaken... Het is daar vaak dat het misschien misloopt in die samenstellingen. Hè? Omdat ze dan echt proberen om naar die smaak van vlees te gaan. En daar is soms wel wat... Ja, dan wordt er inderdaad vaak gewerkt met wat meer additieven of ingrediënten om die smaak wat inderdaad van na te bootsen. Inderdaad, falafel is al een product dat je van origine al in het Oosterse al heel lang bestaat. Dat is altijd op basis van kikkererwten geweest. Of tuinbonen heb je ook varianten, maar dat bestaat al heel lang op diezelfde manier. Lekker inderdaad. Wel. Ja, ik eet dat ook. Eet je zelf veel vegetarisch? Ik doe mijn best. Ja? Als ik er wat meer tijd heb, dan probeer ik graag een keer een receptje. Maar ja, er sluipt ook wel nog eens vaak vlees uit gemak in het... Het is ook vaak moeilijk voor mensen om hun gezin daarin mee te nemen. Hè? Iemand kan voor zichzelf wel beslissen, ik zou heel graag vaker plantaardig eten. Maar dan heb je een aantal kinderen en dan loop je daar soms wel tegen... Oh, ik denk dat de sleutel gewoon is in een lekker recept vinden, denk ik. Ja. Dan gaat dat... Kan je moet al goed koken. Kan je heel gemakkelijk ook kinderen daarin meekrijgen. Dat is zeker ook mij als je daar inderdaad... Je kan zelf ook van die balletjes maken, dan zijn ze al niet ultra bewerkt. En dan gaan je kinderen dat ook zeker... Ja, mijn dochtertje is 7 en die heeft onlangs beslist, ik ben vegetariër. En inderdaad, dan koop je... Het makkelijkste is dan, als je dan de groentjes en de patatjes voor iedereen hebt gemaakt, dat dan voor haar iets vegetarisch is, zoals je zei. Maar daar raad je toch aan om dat... te beperken, hè? Die echte... Die echte kant-en-klare vleesvervangers zou ik inderdaad niet vaker dan één keer in de week op de menu zetten. Maar er zijn genoeg andere opties. Hè? En je kan dat ook zelf maken. Hè? Je kan zelf ook op basis van linzen of kikkererwten balletjes maken. Die gaan misschien nog veel lekkerder zijn ook. Als je dan in tomatensaus steekt, zijn alle kindjes blij. Dat is zo. Tomatensaus is echt wel... Dat is altijd de sleutel. Altijd de sleutel. Oké. Nog een aantal andere tips misschien die je wou meegeven? We mogen flexitariër zijn, dus. Ja, dat is eigenlijk een beetje van, het is vooral inderdaad, probeer ik er een stap te zetten om af en toe inderdaad wat meer plantaardig te gaan eten. Wat dat ook nog een leuke tip is, is als je een recept maakt, waarom vervang ik niet gewoon de helft van jouw gehakt bijvoorbeeld door vegetarisch gehakt of door linzen? Want als je spaghetti maakt, kan je eigenlijk heel gemakkelijk de helft van het gehakt vervangen door linzen. En dan heb je toch nog de smaak van vlees, maar je hebt al de helft minder. Op die manier kan je eigenlijk ook aan die 60-40 gaan geraken dat we het over hadden. Dat is wel een goede tip. Dagelijks de hoeveelheid vlees verminderen en een beetje pulvruchtmoeite te introduceren of noten of zaden. Ja. En maart is dus een beetje de maand van de veggies. Dat is eigenlijk de maand om extra te proberen. Ja, dus misschien ook extra makkelijk om in de supermarkt een aantal dingen... Je gaat overal meer acties zien, je gaat ook meer recepten zien verschijnen op sociale media. Dus het is inderdaad wel de maand om het eens te proberen, omdat je gemakkelijker tips gaat vinden ook online. Oké. Nathalie, bedankt. En misschien tot de volgende aflevering, want we hadden elkaar al eens gezien. Ja, dat is goed. Oké, merci. Ja, interessant. Ik vind het allemaal heel boeiend. Mijn volgende gast komt over iets helemaal anders praten, zoals beloofd. Namelijk over B-Cover Plus. En dat is Christophe van Ostade. Hi Doreen. Dag Christophe, welkom. Dank u. Mag ik eerst vragen wat jij juist bij Testaankoop doet? Ik werk bij Testaankoop als telecom-expert. Dus eigenlijk dagelijks zit ik in de gsm-tarieven, internetabonnementen te vergelijken. Maar vandaag kom ik over iets anders praten. Ja, vandaag kom je inderdaad een beetje vertellen over wat is nu juist B-Cover Plus. Het is een applicatie, een app. En wat kan je er juist mee doen? B-Cover Plus is een van onze eigen applicaties waarmee dat consumenten eigenlijk zelf de kwaliteit van de mobiele dekking, hoe dat zij die ervaren, kunnen gaan meten. Dus die is gratis beschikbaar voor Android-toestellen, maar ook voor iPhones respectievelijk de Play Store en de iStore. Wat dat je kan gaan doen, is eigenlijk je download de app en dan kan je metingen gaan uitvoeren thuis, in de zetel, tijdens de treinrit naar kantoor of op kantoor zelf. Mm-hmm. Dus het is ook wel heel praktisch voor iemand die misschien zegt van ik merk al lang dat ik met mijn operator heel vaak slechte bereik heb of dat mensen mij niet goed kunnen horen, dan kunnen ze die test echt uitvoeren. Hè? Van, misschien komt het omdat net mijn operator hier een vrij slechte dekking heeft, want dat werkt met masten, voor mijn begrip. Ja, klopt, inderdaad. Belangrijke twee voorwaarden zijn wel voor als je een test gaat doen, is dat je eerst de wifi-verbinding van jouw smartphone uitschakelt. Want wij zijn allemaal eigenlijk 100% geconnecteerd, all the time. Maar we zijn zelf niet bewust met welk netwerk dat precies is. Klopt. Is dat een mobiel netwerk als we onderweg zijn of is dat als we thuiskomen of op kantoor? Je toestel gaat automatisch meestal naar een wifi-netwerk overschakelen, omdat dat kwalitatief van signaal iets sterker is dan die mobiel netwerken, waar dat er heel veel meer variatie op zit.
En een tweede punt is zeker ook dat je de locatiegegevens van je smartphone moet inschakelen alvorens je test gaat doen. Tuurlijk, ja. Want anders kunnen wij uw test, uw meting, niet linken aan die locatie en zijn we eigenlijk niks met de resultaten. Ja, want het is wel community-based, hè? Dus hoe meer mensen dat doen... crowdsourced-based applicatie, dus het werkt voor en dankzij de consument. Ja. Dus met name hoeveel meer mensen het gebruiken op verschillende locaties, verschillende tijdstippen, geeft ons een breder beeld. Hoe meer data jullie hebben. En kunnen wij onze interactieve kaart, zoals we dat noemen, die dat ook in de applicatie beschikbaar is, eigenlijk gaan uitbreiden. Wat wordt er nu exact gemeten? Wel, een volledige test, zoals wij dat noemen. Je kan kiezen voor een volledige test of een speedtest. Speedtest gaat enkel kijken naar de downloadsnelheid en de uploadsnelheid. Dus hoe snel dat je een aantal bestanden kan downloaden, dus binnenkrijgen en ze uploaden. Bijvoorbeeld als je een foto wilt versturen via WhatsApp of een video. Maar een volledige test begint met de latency. Latency is eigenlijk de tijd die gegevens nodig heeft om van een één punt naar een ander te gaan en dan terug te komen. Dus in dit voorbeeld van je smartphone naar de dichtstbijzijnde gsm-mast en terug. Vervolgens die downloadsnelheid en die uploadsnelheid. En dan nog een YouTube-video. Dus daar wordt gekeken hoe lang het duurt om die video in te laden en af te spelen. Ja. En tenslotte nog een hele reeks van webpagina's wordt eigenlijk bezocht. En daar wordt gekeken naar de gemiddelde oplaadtijd van die pagina's. En dat alles tezamen, dat zorgt voor een eindscore voor jouw meting. En al de eindscores van alle metingen tezamen, dat bepaalt eigenlijk de eindranking voor de drie netwerkoperatoren in ons land. De drie grootste, ja. Er zijn ook maar drie netwerkoperatoren. Hè. Alle andere die hun operatoren eigen hebben, ja. Die gebruiken de netwerken van die drie netwerkoperatoren. Ja. Dus we hebben Orange, Proximus en Telenet Base. En op basis van de metingen die we eigenlijk vorig jaar, dus over heel 2023, hebben kunnen uitvoeren, en er waren er meer dan 52.000, dus dat is toch wel een heel pak. Amai. Was het Proximus-netwerk de beste kwaliteitservaring voor je mobiele dekking. Ja. Als je dan die kaart van België inderdaad bekijkt, valt dat dan onmiddellijk op dat het een beetje over heel het land zo is? Of zijn er toch grote regio's waar dat duidelijk anders ligt, vraag ik me dan af. Ja, het is natuurlijk logischerwijs dat in de grote steden daar worden ook meer testen gedaan omdat daar meer mensen wonen. Ja. Dus de kwaliteit, de algemene resultaten zijn daar natuurlijk beter. Maar het is zo, mijn schoonfamilie bijvoorbeeld, die woont in de provincie Luxemburg. Een beetje verspreid daar. Dus in verschillende gemeenten heb ik daar zelf ook al tests kunnen doen voor de drie netwerkoperatoren met onze applicatie. En ik moet toch merken dat geen een van de drie het vaak makkelijk heeft om een deftig resultaat te halen in die regio's. Dus nee, in de dunbevolkte regio's is het nu eenmaal zo moeilijker voor die netwerkoperatoren om genoeg gsm-masten aan te bieden. Dat de dekking overal voldoende kwalitatief is. Ja, ze claimen natuurlijk allemaal dat ze geweldige dekking hebben in heel het land. Lijkt jou dat dan ook, als je die testen met testaankoop doet en vergelijkt, komt dat redelijk overeen met wat ze zeggen? Of? Ja, dat verschil komt omdat het uitgangspunt ook anders is. Ja, natuurlijk. De operatoren en ook de regulator die communiceren in functie van de dekking op basis van de bevolking. Dus opnieuw refererende, de grote steden, daar wonen de meeste mensen. Dus als je dan je percentages gaat uitdrukken op basis van bevolking, gaat dat veel hoger liggen. We spreken vaak over 99% wat dat ze kunnen claimen dan. Maar ja, onze applicatie werkt anders, omdat wij echt een interactieve kaart gaan indelen en de metingen op basis van de gemeentes puur gebeuren. Dus wij hebben wel de indruk dat dat een realistischer beeld geeft van de effectief ervaren kwaliteit van de consument, van de gebruiker. Dus. In de app. Ja, in de app. Ja, BeCover Plus. Heb je... vandaag werken we voornamelijk met 5G, hè? Dat is al redelijk overal. Voornamelijk niet. Nee? Nee. 4. 4G, 4G+. Dus de evolutie die we hebben meegemaakt... Ik zie heel vaak bij mij 5G staan. Zeker in de grote steden zal dat wel het geval zijn. Maar de evolutie die we de voorbije jaren... Ik ben nu 10 jaar actief als project officer telecom bij testaankoop. Dus dat is begonnen met 4G. Dan is dat overgeschakeld naar 4G+. Dus die netwerken werden verbeterd. En de laatste 2-3 jaar zien we dat het percentage van 5G-tests in onze BeCover-metingen stelselmatig toeneemt, maar dat is nog altijd momenteel maar 5%. Dus dat is nog altijd betrekkelijk weinig. Niet direct een 6G, 7G. Hoe 6G? gaat dat ooit bestaan? Dat gaat zeker bestaan. Daar wordt al aan gewerkt, ongetwijfeld. Maar dat is nog u weet ook, stralingsnormen gewijs, dat zijn dingen dat op politiek niveau in België wat langer duren. Dus. Ja. Heb je misschien een tip voor iemand die een telecomoperator moet kiezen of iemand die misschien wil veranderen omdat hij niet helemaal tevreden is?
Zo tips waar je op moet letten eigenlijk. Want je kijkt altijd naar die prijs, maar misschien is dat toch niet het enige waar je moet naar kijken. Hè? Nee, ja. Op basis van onze applicatie kun je natuurlijk gaan kijken de belangrijkste trajecten dat jij maakt. Stel, je woont in Antwerpen, maar je moet naar Brussel voor je werk. Op die locaties te gaan kijken hoe scoren die drie netwerkoperatoren ten opzichte van elkaar. En ja, dan komt natuurlijk ook prijs, aanbod, hoeveel data heb je nodig, komt allemaal een beetje mee in speling. En dan kan je ook kijken naar die virtuele operatoren, dat die netwerken gebruiken van die grote drie. Ja. Maar ook rekening houden met de resultaten van onze app natuurlijk. Oké, heel goed. Dank je wel om ons daar iets meer over te komen vertellen. Merci. Tot dan. Ja, tot de volgende keer. Dank je wel, Christophe. Ja, boeiend allemaal. En ik heb weer een totaal ander onderwerp. En dat zijn die zomerbanden. En hoe kan ik nu de beste zomerbanden kiezen? En Steve Mesdag komt ons dat vertellen. Hallo Doreen, goedemiddag. Steve. Wij kennen elkaar ook al. Ja, bij de vorige aflevering. Ja. En toen had ik de resultaten mee van de crashtest. Ja, inderdaad. Maar nu zomerbanden. Zomerbanden. Ja. Steve, welke expert ben jij binnen Testaankoop? Ik heb een vermoeden, hè. Project Officer Mobiliteit en ik hou mij dus bezig met een aantal testen die daarmee verband houden. Oké. We hadden het voor de uitzending erover, ik ga dat daar expres bij vertellen, dat ze weten dat we al een voorgesprek hebben gehad. En ik zei, oei, zomerbanden kiezen. Ik heb dat precies in mijn leven nog nooit gekozen. Ik zeg gewoon aan de garage, jullie denken dan dat het tijd is voor nieuwe banden. Doe maar en ik zie de factuur wel komen. Ik overdrijf misschien, maar we hadden een kleine poll hier in de studio en heel veel mensen doen dat zo. Dus wij zijn ons niet bewust van het feit dat wij als consument van banden toch echt wel zelf ook mogen op zoek gaan. Inderdaad. Men zegt vaak dat de banden het enigste contact zijn met de weg. En als je dat projecteert op de grond, dan zijn dat eigenlijk maar 4 postkaarten groot. En dan wil je dat het contact met de weg eigenlijk zo goed mogelijk is. En onze testen tonen systematisch aan, liever, dat er wel degelijk een groot verschil is tussen de allerbeste banden en de slechtste banden. Nu niet in deze test, maar we zien regelmatig dat we banden moeten uitsluiten die eigenlijk niet zouden geschikt zijn voor verkoop, omdat die zodanig slecht presteren. En zijn dat dan banden die dan best wel door veel garages op een auto worden gezet van iemand zoals ik, die dus nooit daar vraagt hebben, daar hebben we banden eigenlijk niet zo goed zicht op, maar we weten wel dat er commerciële belangen zijn bij de garages, bij de bandencentrales. Ja. Maar ook dat die zich vaak toespitsen op het Europees label, die eigenlijk maar 2 aspecten van de band bekijkt, de rolweerstand en de grip op nat wegdek. En eigenlijk zien wij uit onze test dat dat heel onvoldoende is. Wij testen op veel meer parameters. En om een voorbeeld te geven, de slechtste band in onze test, de Linglong Sportmaster, die behaalt op het Europees label een A en een C voor die beide criteria, maar eigenlijk voor onze testresultaat scoort hij maar 45. Oké, daarom is het zo fantastisch dat Testaankoop bestaat, want jullie zijn dag in dag uit bezig met al die producten waar we dagelijks op zitten, inzitten. Voilà, bijvoorbeeld. Nu, heel concreet, hè, ik ga even op mijn papier, want ik heb het niet van buiten geleerd, maar er is dus een band, een zomerband, met bandencode 215/55R1798W. Ja. Dus dat type band hebben we nu specifiek getest in onze test. En die 215, dat is eigenlijk de breedte van de band. R17 is dan de grootte van de velg. Dat duidt eigenlijk aan de specificaties van de band die we hebben getest. Maar eigenlijk niet zo heel belangrijk, want het is de fabrikant van uw auto die bij de homologatie bepaalt welk type band dat er mogelijk is en die kan gemonteerd worden op de auto. Dus niet elke band past op elke wagen. Ja. Hè? Ja. Dat hangt van merk af, maar ook model waarschijnlijk. Ja. Oké. Waarom hebben jullie dan die test gedaan? Je zegt zelf van het Europees bandenlabel. Is dat jullie uitgangspunt van wij willen dat nu ook eens dieper gaan testen? Ja, wij deden de test al voor het Europees bandenlabel, maar wij testen op veel meer testcriteria. Ja. Wij gaan bijvoorbeeld testcircuits in Italië, Duitsland en voor winterbanden gaan we helemaal naar het noorden van Lapland. En wij testen dus op koersstabiliteit, controle, aquaplanning, maar ook milieuaspecten zoals slijtage, verbruik dan ook van de band en de productie van de band in de verschillende landen. Ja. En hoe maken jullie de selectie van nu gaan we die band of die band juist testen? Mm-hmm. Van grootte of van merk? Eigenlijk beide dan. Ja,
De maat wordt eigenlijk bepaald door onze collega's van de marktstudie, die telkens uitstekend werk doen om dan een maat te selecteren die relevant is voor zoveel mogelijk wagens. En dan gaan we samen ook kijken van welke merken zijn belangrijk en welke modellen van merken wordt door de fabrikant naar voren geschoven als zijnde goed verkoopbaar. Ja, oké. Je zei net Lapland voor die winterbanden. Ja. Vertel ons eens iets meer over die zomerbanden, hoe dat jullie die testen nu juist doen. Je zei daar net al iets daarover, mm-hmm. maar kan je dat nog een beetje meer over vertellen? Ik kan misschien al beginnen met een eerste resultaat naar voren te halen. Ja? Bijvoorbeeld de remafstand op een nat asfaltwegdek van 80 km per uur naar nul. En dan zien we dat de beste band al stilstaat iets minder dan 30 meter. En als we dan kijken naar de slechtste band, dan zien we dat hij eigenlijk bijna 7 meter meer nodig heeft om tot stilstand te komen. En dat is eigenlijk breder dan de breedte van een zebrapad. En dan wordt die test gedaan met die twee verschillende banden, maar op exact dezelfde auto op dat klopt. Moment? Om echt... Die maat specifiek is voor de middelgrote SUV's. En wij gebruiken als testauto de Volkswagen T-Roc voor alle banden. Oké. Okay. Ja. Waarom die wagen? Omdat die vrij vlot beschikbaar is en betaalbaar om als testwagen te gaan. En dat daar ook veel types banden op kunnen. En zeker specifiek dit type. Ja, ja oké. Okay. Maar dan terug naar die 6 meter verschil. Als je dan kijkt naar de restsnelheid van die auto die uitgerust is met die slechtste banden, wanneer dat de auto met de beste banden stilstaat, rijdt die andere auto eigenlijk nog 35 km per uur. En dat vond ik toch wel indrukwekkend om mee te geven aan de kijkers. Ja, absoluut, absoluut. Heb je daar nog tips rond? Want nu ben ik dus helemaal gefascineerd. Hè? Mm-hmm. De eerstvolgende keer dat ik naar de garage moet voor nieuwe banden, ga ik dat dus niet meer aan het lot overlaten. Mm-hmm. Hè? Maar waar moet ik dan wel op letten? Want ik blijf daar echt een absolute leek. Ja, ik geef nog een ander voorbeeld van testresultaat. We hebben ook gekeken hoe lang dat die band voorspeld wordt om mee te gaan. Dus de levensduur van die band. En dat doen we door met een konvooiwagens 15.000 km rond te rijden. En om de 2.000 km meten we met speciaal lasertoestel de toestand van de band. En als we dan een voorspelling maken naar de totale levensduur, dan zien we dat de slechtste band nog geen 30.000 km kan levensverwachting heeft, maar de beste band 40.000 km meer. En dat betekent eigenlijk dat je voor 1 set van die beste band 2 sets nodig hebt van de andere. En dat scheelt toch wel een serieuze slok op de borrel. Dus het is financieel. En daarnet sprak je natuurlijk van veiligheid. Uiteraard. Hè? De remsnelheid en zo. Dan denk ik, als logisch verstand even bovenkomt, waarom zou dan niet elke garage- en bandencentrale ter wereld gewoon gaan voor die beste, veiligste band? Dat vragen wij ons ook af. Omdat ze er dubbel zoveel willen verkopen. Want ik ga daar sneller terugstaan met die ene band. Dan, ja, dat speelt waarschijnlijk ook wel mee. We zitten een beetje in zo'n maatschappij, jammer genoeg. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja. We gaan niet meer per se voor het meest duurzame. Ja, daarbij kan testaankoop je natuurlijk helpen. Hè. Niet alleen voor de banden, maar eigenlijk voor elke product. Absoluut. Dan zorgen wij dat de consument de producten kan vinden die beter kwaliteit zijn, goedkoper en in dit geval ook veiliger. Ja, de garagisten gaan het misschien niet graag horen, maar we gaan dus zelf pleiten en zelf onderzoeken. Wij zijn hier voor de consument, niet voor de garagisten. Voilà. Als we op de website gaan kijken, kunnen ze dat daar ergens terugvinden? Ja, we hebben dus 16 modellen getest van al die banden en alle testresultaten zijn daar beschikbaar. En ja, ga uw gang, zou ik zeggen. Ja, dus zelfs als leek kan je daar toch wel een beetje je weg vinden, hoop ik. Ja, zeker. Oké. Mag ik u bedanken om met mij te komen spreken? En misschien gaan we binnenkort het wel eens over nog iets anders hebben. Maar misschien winterbanden, want die zijn we nu aan het testen. Ja. Maar dat is dus voer voor een volgende discussie. En of daar überhaupt nood aan is of niet, dat is dan mijn vraag die ik u ga stellen. Mm-hmm. Oké, okay. Steve, dank je wel om hier te zijn. Met plezier. Merci. Ja, voilà, dat weten we dan ook weer al. Dus je moet zeker zelf ook eens gaan kijken naar die zomerbanden en welke zou nu het beste zijn voor jouw wagen. En op het einde van deze uitzending komen we alweer bij het laatste onderwerp. En daar ga ik met Ralf Klinkers het eens hebben over alles wat we moeten weten over hypertensie. Hey Ralf. Hallo. Ook wij hebben elkaar eens gezien in een vorige aflevering. Klopt. Maar Ralf, wat deed je net bij testaankoop alweer? Ik ben coördinator van de afdeling gezondheid. Dus alles wat bij ons vertrekt rond gezondheid, dat gebeurt allemaal in mijn team. Belangrijk. Belangrijk. Leuk team? Heel leuk team. Heel goed team, ja.
Fijn werken allemaal. Ja. Oké. We gaan hier de mensen een beetje informeren over hypertensie. We willen altijd de meest actuele informatie geven natuurlijk. Misschien moeten we heel simpel, maar dat bedoel ik in de goede zin, ook voor mij, beginnen. Het gaat dus over bloeddruk. Hè? Klopt. En hypertensie is een te hoge bloeddruk. Klopt, maar helemaal. Wat is bloeddruk nu exact? Dat is niet hetzelfde als uw hartslag. Wel, je kan het een beetje vergelijken met een gesloten systeem waar een pomp in zit. Die pomp is jouw hart. Die pomp, het hart trekt samen, dat heet systole, en gaat het bloed vooruit stuwen. Op dat moment gaan alle voedingsstoffen, zuurstof, gaan naar al je weefsels in je lichaam gaan. En op het moment dat de hartspier ontspant, dan gaat het hart zich vullen met bloed. En zo hebben we iedere keer een cyclus. Wat dus in principe betekent dat er geen continue, constante druk is op dat systeem. Okay. Dus er wordt druk uitgeoefend, de systolische bloeddruk, die hoger ligt, dan de diastolische bloeddruk, het moment waarop dat de hartspier ontspant. Men spreekt ook van bovendruk en onderdruk. Ja. Nu, ik ken wel wat mensen, zelfs in mijn omgeving, die een te hoge of te lage bloeddruk hebben. Mm-hmm. Zij moeten dat ook anders aanpakken. Iemand met te lage bloeddruk die gaat dan zo naar iets zout grijpen. Mm-hmm. Hè? De hoge bloeddruk is vaak met medicatie. Ja. Maar dat is vaak wel for life, hè, die medicatie. Dus hoe kom je nu te weten of dat je bloeddruk... Wat is normaal? Dat is eigenlijk mijn vraag. Hoe... Ja, wel op onze website hebben we een mooi overzichtstabelletje gemaakt. Ik heb het hier ook meegebracht. Ja. Waarop je dus kan zien, internationaal aanvaard, vanaf welke bloeddruk, welke systolische of bovendruk, welke diastolische of onderdruk, vanaf welk moment ga je spreken van lage bloeddruk, een optimale bloeddruk, en dat gaat tot ernstige hypertensie of ernstige hoge bloeddruk. Neem bijvoorbeeld, wat is een normale bloeddruk? Mm-hmm. Dan ga je zien dat die waarde systolisch, dus de bovendruk, varieert tussen de 120 en de 129 millimeter kwik. Dat is een vreemde eenheid, maar het is wel de officiële eenheid. En de diastolische of onderdruk die schommelt dan tussen de 80 en de 84. Heel vaak ga je horen dat er gedeeld wordt door 10. Ga je mensen horen zeggen, ik heb een druk of een bloeddruk van 12 over 8. Mm-hmm. Dat zijn diezelfde waarden, gewoon gedeeld door 10 eigenlijk. Maar hoorde ik jou daarnet nu zeggen dat we als mens uiteraard op verschillende momenten van de dag best wel eens af en toe een lage of hoge bloeddruk hebben en dat het pas een probleem is als dat chronisch is? Of hebben we eigenlijk altijd dezelfde bloeddruk? We hebben niet altijd dezelfde bloeddruk. Nee. Dat fluctueert inderdaad in functie van de dag. Ons lichaam heeft in feite de capaciteit om een beetje te anticiperen op de omstandigheden. Ah. Als je gaat slapen, als je wil rusten, dan gaat die bloeddruk naar omlaag. Ja. Zodra je sportschoenen aantrekt en wil gaan lopen, dan gaat die bloeddruk omhoog. Als je aan het sporten bent, dan hebben spieren een verhoogde nood aan zuurstof en aan voedingsstoffen. Dus die hartpomp die gaat sneller pompen. Er gaat meer druk op je systeem komen, zodanig dat die nood kan voorzien worden. Hè. Dus, dat er in dus die, iemand die met een chronische hoge bloeddruk zit, is iemand die volledig in rust lekker naar een film kijkt en die het bloeddruk heeft alsof hij aan topsporten is. Ja, het is eigenlijk zo dat een verhoogde bloeddruk niet op één moment wordt vastgesteld. Het is niet omdat je naar de dokter gaat en die meet eens je bloeddruk en die komt tot de vaststelling, oh, je waarden zitten hoog, dat de conclusie onmiddellijk volgt, jij hebt te hoge bloeddruk. Mm-hmm. In feite zijn er repetitieve, herhaalde metingen nodig om te bevestigen, op verschillende momenten van de dag, om te bevestigen en tot de conclusie te komen dat je effectief last hebt van hypertensie. Ja. En wat zijn nu de oorzaken, de redenen waarom iemand dan wel die officieel te hoge bloeddruk heeft? Ja. Het gaat misschien een beetje vreemd klinken, maar in 95% van de gevallen is er geen oorzaak. Geen oorzaak. Okay. We spreken op dat moment van een primaire hypertensie. En slechts in 5% kan er echt een oorzaak aangewezen worden. Dat is dan wat we noemen secundaire hypertensie. En in dat geval is er een aandoening die zich afspeelt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een nieraandoening. De nieren hebben een essentiële functie in ons lichaam om de zouthuishouding, de vochthuishouding op peil te houden. En staan dus rechtstreeks in verbinding met ons bloedvatenstelsel en zorgen voor het reguleren van onze bloeddruk. Als er iets fout loopt op niveau van de nieren, dan loopt er ook iets fout op niveau van de bloeddrukregulatie. Maar er zijn andere fenomenen die je bloeddruk kunnen gaan beïnvloeden. Hè. Denk aan stress, alcoholgebruik, roken, medicatiegebruik. Wanneer je verkouden bent, gebruiken mensen nogal eens makkelijk van die pilletjes die de neus doen openen. Wel, die medicatie die zorgt voor verhoogde bloeddruk.
hormonenhuishoudingen, die schildklierproblemen. Dus er zijn tal van redenen waarom het kan foutlopen met je bloeddruk. En het is ook vaak een familiale aangelegenheid. Hè. Okay. Dus mensen die familiaal, waar de familie dus last heeft van hoge bloeddruk, dat verhoogt ook het risico of de kans dat je zelf ook hoge bloeddruk zal hebben. Ja. Maar heel vaak is er geen oorzaak, kan er geen oorzaak aangewezen worden. Stel dat je het hebt, wat zijn de risico's? Dan moet je dus aan de medicatie denken? Je hoeft niet onmiddellijk aan de medicatie per se, nee, gelukkig maar. Maar de risico's, ja, daar mag je toch niet te licht over gaan. Hè. Nee. Je moet je voorstellen dat wanneer die hartspier harder moet werken, wanneer dat die bloedvaatwanden meer onder druk komen te staan, dat die daaronder lijden, hè. Eenvoudig gezegd. Die gaan vernauwen, die gaan beschadigd geraken. Met als gevolg dat de bloedvoorziening naar bepaalde delen in je lichaam mank kunnen beginnen lopen. En wanneer dat dan bijvoorbeeld op niveau van de hersenen gebeurt, dan neemt het risico toe op beroerte. Op niveau van je hartspier, je kransslagaders, ga je aritmieën krijgen, hartritmestoornissen, hartfalen. Dus ja, er kan van alles fout lopen, zelfs tot en met dementie. Link met dementie is ook duidelijk gelegd, zowel de vasculaire dementie als Alzheimer. Dus de risico's zijn best wel groot. En nee, je hoeft niet onmiddellijk naar medicatie te grijpen. Mm. Wanneer je een lichte, matige vorm van hypertensie hebt en zonder al te veel andere risicofactoren, ik denk aan verhoogde cholesterol of iets dergelijks, dan gaat een arts jou in de eerste plaats niet gaan adviseren om onmiddellijk medicatie te gebruiken, maar bijvoorbeeld je levensstijl te gaan aanpassen. Men weet dat een gezonde levensstijl, gezond voedingspatroon, veel bewegen, stoppen met roken, alcoholconsumptie minderen, dat al een enorme impact kan hebben op die hypertensie. Het is pas wanneer blijkt dat er zich onderliggend bepaalde aandoeningen afspelen of cholesterol is te hoog, andere risicofactoren, of die ernstige hypertensie geraakt niet onder controle, dat de arts een beroep gaat doen op medicatie. En gelukkig, zal ik maar zeggen, zijn er in ons land verschillende types van medicatie beschikbaar. Dus er kan echt op maat gehandeld worden door de arts. Ja. Mochten er kijkers zijn die zich afvragen of ze dat al dan niet misschien zelf hebben, wat zijn de symptomen die je als mens kan ontdekken? Ja. Of? Wel, die zijn er niet. Je kan een flink stuk van je leven gewoon rondlopen met hypertensie zonder dat je het zelf in de gaten hebt. Heel vaak komt dat pas naar boven tijdens een routineonderzoek. Je gaat eens bij de arts en die zegt, laat ons eens je bloeddruk meten. En pas dan gaat die bal aan het rollen. Het is pas wanneer je echt zeer ernstige hypertensie hebt, heel langdurig, dat je symptomen gaat merken, zoals oorsuizen, duizeligheid, minder goed in staat zijn om inspanningen te doen. Maar dat zijn de extreme gevallen. In het gros van de gevallen gaat er helemaal niks tot uiting komen. Ja. En dat is net het gevaar. En daarom dat men ook spreekt van de sluipmoordenaar of de stille doder. Omdat mensen zich niet bewust zijn van het feit dat ze hypertensie hebben. Mm-hmm. En bij gevolg dat die risico's op al die zaken die ik daar net kwam op te noemen, dat toeneemt. Ja. Ja. Raad je dan aan mensen om dat eventueel toch eens proactief te checken? Of bestaan er misschien van die bloeddrukmeters die je thuis kan hebben? Ja, er zijn bloeddrukmeters die je thuis kan gebruiken. Nee, we gaan niet adviseren aan iedereen om zo'n toestel in huis te halen. En bij de arts zijn er ook een aantal protocols die gaan maken dat een arts op bepaalde momenten, vanaf een bepaalde leeftijd, hè, want bloeddruk neemt ook toe in functie van de leeftijd, vanaf een bepaalde leeftijd, wanneer er zich bepaalde symptomen manifesteren, dan gaat die huisarts eigenlijk al zelf het initiatief nemen en voorstellen om de bloeddruk te meten. Wat betreft het thuismeten, zijn er wel een aantal situaties waarin je kan overwegen om zo'n bloeddrukmeter in huis te halen. Hè. We hebben het daar straks gehad over het feit dat die bloeddruk over gans de dag niet stabiel blijft. Het is niet omdat je bij je huisarts een hoge bloeddruk blijkt te hebben, dat je dan ook effectief leidt aan hypertensie. Dan moet je eens op andere momenten. Dus dan kan je thuis rustig in je omgeving, in je thuisomgeving, die bloeddruk gaan meten met een bloeddrukmeter. Er bestaat ook zoiets als het fenomeen van het witte jas-effect. Het witte jas-effect is eigenlijk het feit dat mensen eigenlijk van nature gestresseerd gaan worden in een ziekenhuissetting of in de nabijheid van een arts. Ah, ja.
En bij gevolg, als een arts je bloeddruk gaat meten, ga je Dofis eigenlijk al hogere waarden gaan meten. Dus voor zo'n mensen kan het interessant zijn om dan thuis die bloeddruk te gaan mm-hmm. opvolgen. En voor zij bij wie hypertensie is vastgesteld, toont onderzoek aan dat het gebruiken van een bloeddrukmeter in de thuissetting, dat bijvoorbeeld uw therapietrouw gaat verhogen. Wij zijn met z'n allen niet zo'n consequente gebruikers van medicatie. Stel, je bent chronisch ziek, je moet iedere dag 1 of 2 pilletjes gebruiken. Wij zijn daar niet al te goed in. Wij als Belg of... Wij globaal, de mens. Globaal, de mens. Hè. Ja. En onderzoek heeft aangetoond dat wanneer je nu medicatie voor je bloeddruk moet gebruiken en je combineert dat af en toe met het opvolgen van je bloeddruk, dat die therapie trouw veel beter ligt. Okay. Ja. Ja. Stel, je arts raadt je aan om meer te bewegen, je voedingspatroon te wijzigen, mm-hmm. noem maar op, dan gaat zo'n bloeddrukmeter... in staat stellen om het effect of de impact daarvan beter te gaan opvolgen. En dat werkt motiverend. Je moet alleen vermijden om echt obsessief ieder uur van de dag je bloeddruk te willen gaan meten. Dat is absoluut niet aan te raden. Maar er zijn effectieve omstandigheden waar het zinvol kan zijn. Die smartwatches, mm-hmm. kunnen die ook je bloeddruk meten? Sommige daarvan pretenderen dat wel te doen. Is dat accuraat? Wij kijken dan na... Als je echt de bedoeling hebt om accuraat je bloeddruk te monitoren, met het oog op het vaststellen van hypertensie of met het oog op het opvolgen van je hypertensie, mm-hmm. raden wij eigenlijk maar 1 model aan. En dan heb ik het niet over de smartwatches, maar dan heb ik het over de modellen met de manchet bovenaan, ja. en het meettoestel erbij. Je hebt vingermodellen, je hebt polsmodellen en dan heb je die boven. Ja, hier moet je toch met zo'n pompje... Die systemen werken automatisch. Hè. Die pompen dat automatisch op en die druk wordt stelselmatig gelost. De meting gebeurt oscilloscopisch. Waarom zeg ik dat? Omdat die toestellen niet voor iedereen geschikt zijn. Mensen die hartritmestoornissen hebben bijvoorbeeld, of mensen die problemen hebben met doorbloeding, mm-hmm. die checken best eerst eens bij hun huisarts of het wel de moeite loont om zo'n toestel in huis te halen, omdat daar het risico bestaat dat de metingen onbetrouwbaar zijn. Ja. Maar wij raden klassiek, en in onze productselector op onze website ga je ook alleen maar de bovenarmmodellen terugvinden. Ja, want jullie hebben inderdaad vanuit testaankoop een vergelijkende test gedaan en al die resultaten zijn te vinden op de website, klopt, denk ik. Ja. Oké. Nog eventueel een tip die je wil meegeven, Ralf, als het denk, gaat? Misschien nog een aantal adviezen die de kijker kan meenemen. 1. Wanneer je overweegt om zo'n toestel aan te schaffen, zorg ervoor dat het gecertificeerd is en dat de meetresultaten dus accuraat zijn en nauwkeurig zijn. Op onze website kan je 2 links terugvinden naar organisaties die zich daarmee bezighouden, waar je dus kan checken of het model dat jij overweegt accurate metingen uitvoert. Die manchet is zeer belangrijk. Mm. Koop je die te groot, dan ga je een onderschatting krijgen. Koop je die te klein, dan ga je een overschatting krijgen. Dus zorg ervoor dat je een model koopt en een maat van een manchet koopt die op maat is van wat jij nodig hebt, van jouw armomtrek. Moet dat en op je blote niet... arm of mag daar nog een hemd of zo tussen zitten? Nee, het moet op de blote arm. Op de blote arm, hè? En dat was nog een laatste advies dat ik wou geven. Als je je mouw opstroopt... Wees voorzichtig, want van zodra het hier bovenaan begint te knellen, ga je vlak daaronder in de meetzone eigenlijk een beïnvloeding krijgen van je resultaat. Ja. Ja. Dus inderdaad, accuraat te werk gaan is om die bloeddruk te meten. Ja, op onze website staat ook een 10-stappenplan. Het lijkt misschien overdreven, maar probeer altijd op eenzelfde manier, rustig thuis, zittend op een stoel, je arm op de tafel, relax... die metingen uit te voeren. Doe het niet onmiddellijk na het eten, doe het niet onmiddellijk na een kopje koffie, doe het ook niet onmiddellijk nadat je gesport hebt, maar doe het echt in een volledig rustige, op een vast moment. Vast moment. De adviezen daar zijn eigenlijk, als je wil achterhalen of je hypertensie hebt en dat je dus gedurende meerdere dagen moet gaan meten om dat vast te stellen, dan wordt geadviseerd om gedurende 7 dagen te meten. Mm-hmm. 2 metingen 's morgens tussen 6 en 9 en 2 metingen 's avonds tussen 6 en 9. Dedication. 2 metingen waarom? Ja, dedication inderdaad. 2 metingen, je gaat zien, de eerste meting gaat altijd iets hoger zijn dan de tweede. Is het gewoon ter controle? Wil je gewoon eens zien, checken van hoe staat het met mijn mm-hmm. bloeddruk? Dan volstaat het om datzelfde protocol 1 keer per week toe te passen. Oké. Okay. Ja.
En we hebben het nu vooral over die te hoge bloeddruk. Komt dat vaker voor dan mensen met een te lage bloeddruk? Ja, komt veel vaker voor. Hè. Het komt zelfs zeer vaak voor. Hè. Bij volwassenen schat men 1 op de 5 volwassenen die er last van hebben. 65-plussers loopt dat op tot 40%. En als je bij die aantallen ook nog eens alle mensen gaat tellen die momenteel medicatie nemen, dan ga je naar 1 op de 3 volwassenen en ga je naar bijna 70% van de 65-plussers die lijden of onder behandeling zijn voor hypertensie. Ja. Maar ongeveer de helft weet het niet dat ze het hebben. Dat is wat ik daar straks zei. Ja. Geen symptomen, mensen beseffen het niet. Maar de cijfers zijn duidelijk. En hè? U sprak van de stille moordenaar? De stille, de sluipmoordenaar of de stille doder. Dat is de bijnaam van de... Van hypertensie, ja. Oké. Okay. Ja. Belangrijk dan, dat we dat toch wel heel belangrijk, weten toch wel. Voor onszelf. Ja. Okay. Toch even bij stilstaan. Merci, Ralf, om het hier met ons even over te hebben. En tot de volgende keer, denk ik. Tot de volgende. Merci. Dag, Doreen. Salut. Ja, weer een aantal superboeiende topics en ik probeer heel kort met jullie samen te vatten. Moeten we onze vleesconsumptie verminderen en wat zijn daar de voordelen van? Ik denk dat er heel veel voordelen zijn aan proberen om af en toe eens vegetariër te zijn voor een dag of voor een week of voor een maand, zoals de maand maart. Dus er zijn zeer veel alternatieven, zeker in vergelijking met zoveel jaar geleden. Probeer je gezin daar ook in te betrekken door af en toe misschien een klein beetje vlees te mixen met iets anders. Dat was ook een leuke tip van Nathalie. Dat ga ik zeker meenemen naar huis. Wat was BeCover Plus? Wel, het is een heel slimme applicatie die crowd-based werkt, waarbij dus de input en data van alle Belgen ons een beetje een resultaat geven van welke connectie, welke goed bereik, van welke operator er in welke zone is. Dus als je dat voor jezelf eens wil uittesten, download dan zeker die app en ga eens een kijkje nemen op BeCover Plus. Hoe kan je zomerbanden kiezen? Ik zei het al daarstraks, als een echte leek had ik me niet echt bewust van het feit dat je daar zelfs een zegje in hebt. Maar dat heb je dus echt wel. Ook daar ben je gewoon consument van een product. Dus ga zeker eens kijken op de website naar die boeiende resultaten van de tests die wij hier bij dagelijks bij testaankoop doen. En dan over hypertensie hebben we het net gehad met Ralf. Dus daar zijn best wel heel veel mensen, zeker ook mensen die zich totaal niet bewust zijn van het feit dat ze misschien wel een chronisch te hoge bloeddruk hebben of hypertensie. Dus je kan dat zeker eens laten checken of zelf een test doen thuis met een eigen gekocht toestel. En ook welk toestel dat dan moet zijn, kan je vinden op onze website. Ik wil jullie enorm bedanken. Mochten jullie tips hebben voor bepaalde onderwerpen voor de volgende keer, stuur ze ons dan zeker door. En volg ons alsjeblieft ook op Facebook, op TikTok, op Instagram. Een heel leuke Instagram-pagina trouwens, waar altijd leuke filmpjes en interessante topics worden behandeld. En LinkedIn, Threads, we zijn daar overal present. Dus tot een volgende keer en een heel fijne dag nog. Tot ziens.